Ja, ik kan het nog precies herinneren. Het was thuis met Fortuna tegen Haarlem. En het sneeuwde, het was super koud. Ik was 5 toen ik begon op de straat te spelen. Mijn vader die, was zelf keeper. Ja, hij heeft me gepusht, man. Hij heeft me echt gepusht met okay, samen trainen, samen voetballen. En toen ging ik naar Fortuna, is profclub zeg maar, om in de jeugd te spelen. Daar heb ik mijn hele jeugd doorlopen, tot mijn 17e. Toen was ik ook aan het studeren. Dus op dat moment ja, was het van, nou, wat ga je doen? Ga je door met voetbal of ga je studeren? Ik had me ingeschreven voor geneeskunde. Toen zei ik tegen mezelf, nou, word ik ingelood, dan ga ik vol voor mijn studie. Dan word ik uitgeloot, dan ga ik nog door met voetbal. Nou, op dat moment was ik in Mallorca met vrienden, feesten. En toen werd ik uitgeloot. Ja, volle bak, 1 jaar op voetbal. En toen combineerde ik nog met een hbo-opleiding. Ja, en toen was mijn doorbraak. Had ik een paar wedstrijden gespeeld, gescoord. Ja, en dan komen ze gewoon naar je toe en bellen ze je op. En dan zeggen ze, Guto wil je een contract aanbieden. Nou goed, en dat is eigenlijk waar je het altijd voor gedaan hebt, weet je. Waar je altijd al die uren in gestopt hebt. Waar je veel voor moet opofferen en dan krijg je eerst een contractje. En ja, dat stelt eigenlijk geen reet voor. Volgens mij was het €700 per maand. En, maar goed, op dat moment, als een jochie van 18, is dat gewoon kapot veel geld. Dus nou, daar ben ik gewoon super blij mee. Ja, ik kan het nog precies herinneren. Dat was thuis met Fortuna tegen Haarlem. En het sneeuwde, was super koud. We moesten die wedstrijd winnen om nog een beetje goed ervoor te staan. En uiteindelijk wonnen we met 1-0. Door een doelpunt van mij, voorzet van de zijkant, ik glij hem zo bij de eerste paal gelijk hem binnen. Ja, dat is gewoon dat gevoel. Dat was, dus, ik score is sowieso mooi, maar je eerste doelpunt in betaalde voetbal, dat vergeet je nooit meer. Mijn familie wist al van, ik wil nu een stap maken. En die stap gaat zijn in het buitenland. En ik kon nog veel meer verdienen. Dus ja, mijn familie was blij voor me. Iedereen was blij voor me en zelf was ik ook super blij om dat te doen. Het was heel eenzaam, heel lastig af en toe. Ja, opeens in een team zonder Nederlanders die amper Engels praten. En dat is in het begin wel heel lastig geweest. Maar goed, je moet je weg vinden en dat was in het begin niet makkelijk, nee.